Yo mensen, Riley en welkom bij weer een gloednieuwe serie op mijn kanaal. Vandaag gaan wij beginnen met Modern Warfare Remastered Singleplayer. Ik ga heel deze singleplayer voor jullie spelen. Alle missies ga ik op mijn kanaal gooien. Hoop dat ik lekker een beetje bij elkaar kan plakken. Voor de lange video's, want sommige missies zijn enorm lang. Ik heb veel 20 A een half uurtje zijn aan zo'n stomme rotstukjes waar ik heel slecht in ben. Zullen we soms overnieuw moeten doen, maar ik ga best wel vaak dood. In ieder geval, we gaan beginnen. De eerste missie is met een boot. Ik heb hem al uitgespeeld. Zowel op de PlayStation 4 als op de PlayStation 3 heb ik hem al gespeeld. En het is een fucking vet singleplayer, dus zeker te kijken waard. We gaan beginnen. Captain Price. Oké. Guess, en we zijn met die andere kan je lezen. Ik heb een beetje last van mijn keel, dus misschien dat jullie dat horen, ik weet het niet. Maar ik zal het best doen. De boot. Oké, deze boot moeten we kapen. Wij moeten een objective moeten vinden op deze boot. Dus ik ben benieuwd hoe snel we dat kunnen doen. Het is al fucking ziek hoor. Echt waar. Als dit spel een paar jaar geleden uitbracht, is het echt gewoon de beste game geweest. Echt. Holy shit, deze game. Blijf het leuk vinden. Oké, naar binnen. Mooi zo. Ach, ik heb de prijs. Je bukt me opzij, hè? Dat was ik niet geweest. Oh ja, dit vind ik wel leuk. Hier liggen al twee slapen. Is van een paar jaar geleden is dat nog. Oké. Ik ga van hier langs. Dat is veel sneller. Dit is game wat ik nou sowieso vind. Ik vind wel gewoon sowieso hetzelfde spelen. Wat ik sowieso al gemerkt is dat het geluid veranderd is. Sowieso van wapens is sowieso veranderd het geluid als dat sowieso vast. De hitmarks vind ik anders, want je voelt echt dat je ze raakt nou. En ja, de graphics sowieso, dat is logisch. Maar ze hebben ook heel veel nieuwe dingen ingezet in de missies. Bepaalde destruction, dat je dingen kapot kan maken. Is er volgens mij ook bijgekomen. Bepaalde effecten extra in de game zijn gezet. Sowieso top. Oh, we worden bekogeld. Ik moet even achter een helikopter. Let's go, helikopter, waar ben je? Kom, help mij. Helikopter. Eindelijk, jezus. En dit is sowieso mooi. De vuur hebben ze ook extra beter gemaakt. Dat is nice. Oké, let's go. Moeten die dingen... Echt, deze missie kent iedereen uit zijn hoofd. Heel veel mensen vonden deze missie altijd heel vet om te spelen. Kom op. Ja, pak de shotgun erbij. Ja, Price, doe de deur open. Goed zo. Go. Ik weet niet waar ik heen moet. Hier sowieso niet. Oh oh, ga aan de kant. Oké, we gaan de gang in. Oh, is ook leuk, hè? Je hoeft te schieten, toch? Kijk, kom wel shit uitlopen. Oh, shit. Kom op. Ja, ook dood. Jij dood. En jij zeker dood. De multiplayer is echt zo ziek van deze game, hè? Ik denk echt dat mensen dit echt gewoon kapot gaan spelen. Oh. Jij dood. En jij zeker dood. Kijk, de singleplayer is misschien niet heel moeilijk. Dus één missie ook wel lastig vind. Dat is die Agilite up of zo. Die tanks die op de grond moet liggen, weet je wel. Dat is gewoon super irritant. Maar verder is de singleplayer niet exclusief is. Die is heel boeiend. Kijk, dit wapen. Dit is een eagle. Hoor dat geluid. Dat hebben ze echt verneukt. Voor de rest is het echt een goede game, maar dat hebben ze echt verneukt. Oké, doe de deur open. Price, doe de deur open. Alweer. Ready, sir. Ja, ik ben ready. Goed zo. Clear left. Ik pak wel dit wapen, want dat is... Ga eens lopen. Oh, ze lopen zo irritant, hè. Oh, die mensen lopen echt voor je voeten. Ga eens dood. Oké. Twee gastjes op de rilling.
Mijn aim is echt fucking slecht. Oké, wat zitten hier mensen nog beneden? Ik hoor ze nog schieten. Wat zijn ze? Dat zal al. Het zal allemaal wel zo zijn. Het interesseert me niet. Zie je wel, ik kan dat best wel horen. Ik wist dit. Oh, awesome, ik kan hier al gelijk in. Ga eens aan de kant. Jesus. Dat zijn, oh, die zijn heel erg druk. Hier zijn best wel mensen. Ga ik even een granaatje neerpompen. Oh, even aan de kant, dan ga ik dood. Oh, die kerst, die bunt me al heel de tijd, hè. Kijk hoe ze voor de ingang staan met z'n tweeën. Mental. Dat is ook nieuw. Oh. Oké, okay, we moeten even een tactiek verzinnen. Dit gaat niet goed. We gaan even flanken. Een flanktje ze in de rug pakt. Zo. Oké, okay, zo is er nog meer. Waar? Hier nog eentje. Waar zijn ze? Oh ja. Ik wist dat er nog eentje was. Ze waren nog heel hard schieten. Okay. Was hier ergens? Ja, hier was objective. Hier moest je een ja, een pakketje, een envelopje of zo pakken. Kijk, nuclear. En dan moet je dit oppakken. Ja, je hebt het gevonden. Kijk, die craft is zo mooi hier al, hè. De prijs ziet er eindelijk goed uit. Oh. Oké, mag ik hem pakken? Laat mij hem pakken. Ja, goed zo. Eindelijk. Dank je. Oké, nou moeten wij naar boven toe. Om vervolgens het schip te verlaten. Oh shit, we zijn geraakt. We zijn geraakt. Oké, okay, voor mij gaan we nou zinken. Dan voor mij moet nou echt heel het schip door gaan rennen. Dan gaan wij zinken. Dus we moeten heel snel zijn. We gaan er zeker weg. Let's go. Zo snel mogelijk. We gaan eruit alsjeblieft. Schiet op. Schiet op. Oh. Kom op. Yes. Ik heb de prijs. Rennen. Waar is die andere gast? We waren bij z'n drieën toch? Of loopt hij ervoor? Oh ja, hij loopt ervoor. Ik wil zeggen. Is zo ziek gemaakt, hè. Ik vond hem op de eerste model af. Op PS3 vond ik hem al zo leuk gemaakt, deze missie. Moet je kijken hoe ziek die is, joh. Die is echt super veel werking gestoken om alles gewoon mooi te krijgen. Want ik weet hoe het eruit ziet normaal gesproken. En dat is echt niet zo mooi als dit. Holy shit, het ziet echt ziek uit. Ik kan het echt mooi vinden. Oké, okay, rennen. Kom op, we moeten rennen. Kijken, en dit hebben ze ook beter gemaakt. Want de helikopter kwam vroeger echt op een mongolische manier aanvliegen. Let's go, ik ga vallen. Deze keer is echt goed gemaakt. Nu eigenlijk voor de tweede keer speel, dan zie ik het echt al vast dat ik goed aan heb gedaan. En in ieder geval, dames en heren, een boost te zinken. We hebben de eerste missie hebben wij gehaald. Klopt je het leuk vinden de singleplayer? Laat de comments achter wat je vindt van deze serie. Dat ik gewoon heel de singleplayer van nu ga spelen. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Oude.